Good night. Zijn we er al bijna? Gino Mond. Ik vraag alleen iets. Waarom zo agressief? Ik zei dat je een mond moest houden. Zijn we er nou al bijna? We lopen nu al een paar uur zonder pauzes. Hou eens om het zeiken en loop door. Doe eens normaal tegen mijn koning. En jij moet een hele mooie snaad houden. Je staat hier alleen omdat je een zwak afdankertje van je koning bent. Als naar mij had ik al lang een stot doorgesneden. En loop maar door! Maar eventjes, Jamie. Wat was dat gisteravond? Waarom liep je daar? Avondpotoeiers. Ja, dat heb je niet, hè? Moet je het land maar beter bedanken. Nou, wij hebben best een goede verdediging, hoor. Ja, en dat is ook de reden dat jullie vriendje last verdienen. Hou je bek nou en loop door. Zo, best een aardig optrekje hebben jullie hier, zeg. Hola, dat begrijp je nou niet en hou je bek. Dit is de laatste keer dat ik het zeg. Nou zeg. Oké, heren. Wapens in leven. Wat bedoel je? Ik bedoel dat je wapens moet inleveren, idioot. Jullie alle twee. Waarom zou ik dat doen? Gino, volgens mij ben je nu in geen positie om mijn eisen te weigeren. Lever je wapens maar in. Nee. Sam, doe het maar gewoon. Precies. Luister naar je koning. Dan leef je nog lang. Nou, is dat wel zo moeilijk? Oké, lopen we jullie zijn. General Jamie, welkom terug. Dankjewel. Koning Stefan, bent u er? Ja, ik ben er. Waarom duurde de avondpatrouille gisteren zo lang? Ja, ik kan die groep bandieten weer tegen. En daarna struikel ik bijna over deze twee hier zo. Huh? Gino en Sam, wat doen jullie hier? Ja, ze werden bedreigd door Tim, die hoogstwaarschijnlijk een leider van die groep bandieten. Maar wat heeft dat met jouw avondpatrouille te maken? Ze stonden op ons land en de bandieten hebben het dorpje in het zuiden overgenomen en leeggepland. Daar kan ik ze tegen. Oh. Koning Gino. Ja? Waarom stond u op mijn land? Wij waren op zoek naar Lars. Ja hoor, heel veel verhalen. Dami, stil. Laat Gino praten. Ja, zoals ik zei, wij waren op zoek naar Lars. Die bandieten leidden ons in de val en sloot ons op in de cel. Wij wisten ons daaruit ontsnappen. Maar koning Gino, waarom zoek je naar Lars als je weet dat hij bij ons is? Hoe dom ben je eigenlijk? Hé, hey, hou je beledigingen voor je, natuurlijk idioot. Hou je bek eens, zodat ik je afmaak, waar iedereen bij staat. U weet volgens mij ook wel dat er consequenties komen als wij u nog één keer op ons land zien. Wij hebben de boodschap door. Wij zullen niet meer op uw land verschijnen. Maar dat is nog niet het enige. U heeft mijn generaal en soldaten voor niks zo laten inspannen. Daarom verdubbel ik de prijs die u moet betalen om Lars terug te krijgen. Wat? Dat kan je niet menen! Jawel, dat kan ik wel. En als jullie niet snel betalen, zal ik Lars aan zijn lot overlaten. Hebben jullie dat begrepen? Ja. Ik hoor je niet! Ja! Dat dacht ik al. En nou wegwezen, want ik hier aan mijn zwaard, hij is ook nog. En jij ook op zo'n wieteren, vuile rat. Au. We komen wel terug voor Lars. Ja hoor, blijf dood. Jezus, wat een gedoe weer de laatste tijd. Sam. Ja, koning Gino? Ik wil dat jij een groepje soldaten gaat samenstellen voor een grote expeditie. Maar waarvoor dat? Is dat nou nog niet duidelijk? Die groep bandieten loopt daar nog steeds vrij rond. En zijn die bandieten nu belangrijker voor u dan Lars? Luister, op dit moment gaat de veiligheid van mijn volk boven Lars. Dus schiet op en regel het. Ja, koning Gino. Ik weet jullie daar zitten, kom tevoorschijn. Goed, Jamie. Kijk eens wie we daar hebben. De schimmen van het donker.
de meest gevreesde sluipmoordenaars van heel het continent. Wat moet je van me? Ik heb een taak voor jullie. Dat maakt mij niet uit. Wat krijg ik ervoor betaald? Als je nou luistert. Begin maar eerst over wat we ervoor betaald krijgen. Dan pas praten we verder. Nee, we gaan het nu hier over hebben. En als je nou niet luistert, krijg je helemaal niet betaald. Prima, vertel. Ik wil dat jullie iets voor mij doen. Ik wil dat jullie koning Gino omleggen. En zo snel mogelijk. Simpel. En wat krijgen we er precies voor betaald dan? Jullie kennen koning Stefan toch wel? En ons jullie kennen. Luister, ik weet dat jij een hekel aan Stefan hebt door wat hij jou heeft aangedaan. Wat heeft dat ermee te maken? Als jij deze betaald opbrengt, krijg jij het ook van Stefan.